Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong. En eigenlijk staan we hier op Nijkerks grondgebied. Toch? Ja, maar ik ben een geboren Bunschoter en Nekkerveld is eigenlijk een soort van Bunschoten in Nijkerk. Want als ik op het gemeentehuis vraag of ze weten waar het ligt, de mensen van ruimtelijke ordening, dan schamperen ze maar. Want heel officieel, Nekkerveld 2 is het hier geloof ik, zijn je ingeschreven in Nijkerk of in Bunschoten? Ja, Nijkerk. Ja. Dat zijn ook jouw vrienden daar geloof ik, hè? Of nou. Dat komt later nog een keer. Bunschoten vierde 30 jaar geleden al 600 jaar stad. Dus die Nijkerkers kunnen nog wel wat opsteken van die Bunschoters. Dus wij waren eerder impressies van 600 jaar stadsfeesten. Telegraaf Gerrit Roelofsen en Wim Smeets. All my memories gather round her. Miner's lady, stranger to blue water. Misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads take me home to the place I belong. Ja, we staan hier dus bij het ik zeg even gemakshalve een oude schuur, maar Douwe, er is iets meer, hè? Ja, er zit al een schuur in, hè? Ja, dat doet mij denken aan Noord-Groningen. Ja, ik hoop dat het waar is. Daar staan er nog een aantal miljoenen te wachten. Ja, dankjewel. Ik heb trouwens een ander plan. Ja? Ik maak hier een stellage met zonnepanelen. Alternatieve energie. Dan gaan we groene energie opwekken hier. Ja, Douwe, dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar dit is toch authentiek. Hier moet je toch geen moderne techniek overheen leggen. Nou ja, het contrast kan ook mooi zijn. Ja. We gaan in ieder geval het oude spul met respect zien te behouden. Heb je mensen voor nodig die daar verstand van hebben? Die heb je ook, hè? Jawel hoor, ja. Met rechterhanden. Ja. Dat is heel belangrijk. Dus uiteindelijk blijft het staan. En wat is dan de bedoeling daarmee? Dan staat het daar en dan? Ja, dan is het de zonstudio, noem ik het. Even het verdeelstation voor de alternatieve energie. En dan ga jij dan je hele huishouden op stoken, zeg maar? Ja, ja. Okay. Een deel voor het oude huis en een deel voor de nieuwbouw. Oké, okay, nou. Dus twee, is er een tijdspad? Heb je een tijdspad dat je zegt van nou, dit moet toch wel van de zomer? Ja, nou, het conserveren van dit gebouwtje, dat is van het voorjaar klaar. Ja. Dan zie ik een vliegtuig overkomen. Dat doet mij denken aan een programma uit Noord-Groningen, nu we het er toch over hadden. Van iemand die precies weet welk vliegtuig en waar hij naartoe gaat. Ben jij er ook zo in? Nee, er komen, als je goed kijkt, heel veel vliegtuigen over. Want dit is een route voor Schiphol. Oké, nou die zal we weer naar een andere bestemming. Vliegveld Lelystad is natuurlijk ook, daar zie je zomers nog wel eens sportvliegers van komen. Interessant. Ik heb daar de dingen die we gevonden hebben bij het opruimen van die oude schuur. Ja. Die zijn misschien ook wel, ik denk dat je dat ook wel de moeite waard vindt. Dan gaan we daar even kijken. Zeepbakje, daar ging de groene zeep in. Dit is nog een onderdeel van een deursluiting. Okay. En nog één. Ja. En dit is een hengsel van een oude, weet ik veel. Wil je zeggen dat je nog niet eerder in die oude schuur geweest bent? Oh jawel, maar er lag zoveel troep in. Maar dit kwam ik nu alsnog toch nog weer tegen, ja. Allemaal ankers voor het plafond, voor een verdieping? Ja, ja. Nou, die ankers die komen eerlijk gezegd ergens anders vandaan. Okay. En het idee is om straks de uilennest, het nest van de kerkuil, open te maken. Want die gaan we ook opknappen. Okay. Ik ben benieuwd wat erin zit. Ja. Wat verwacht je? Ik denk dat het een verlaten nest is. Je ziet niet meer als het donker is de uilen daar naar binnen vliegen, zeg maar. Op heden niet. Vanaf de andere kant hebben we vorig jaar nog wel uilen gezien, maar het waren steenuilen. Een kerkuil op Nekkerveld, hoe is dat te rijmen? Ja. Je bent hier bij de oude terpboerderij, die oorspronkelijk gebouwd is
in de middeleeuwen en sindsdien op allerlei manieren weer aan de tijd is aangepast. En hier zit een waterberging nog uit die tijd. Werd die dan gebruikt als drinkwater of gewoon als berging? Ik denk ook als drinkwater, want er zit hier bij de achtergevel ook nog een hele grote waterberging als drinkwater voor de koeien. En dat water, hoe kwam dat hier? Via het regenwater of is dat? Regenwater en grondwater. Nou, dat is, en we praten over welk jaartal? De middeleeuwen, dan hebben we het over 500, 1000 na Christus. Het is hier een terp, hè? Er is hier, door het een hoogte was, is er altijd wel bewoning geweest. Daar komt ook de naam Nekkeveld vandaan. Het is afgeleid van het woord eikenveld. Dat ziet op een verhoging in het landschap met bomen, eiken dus. En ze wordt wel gezegd dat jij de koning van Nekkeveld bent. Oh, dan ben jij de burgemeester van Bunschoten. Ja, dat klopt. Okay. Het plaveisel van Nekkeveld Eco Plus wordt belegd met schelpen. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent hier hard aan het werk. Wat ben je precies aan het doen? Ik ben hier de weg zeg maar aan het bestrooien met het schelpen. Ja. En daar kan de auto dan weer overheen rijden. Ja. Ben ik natuurlijk benieuwd waar die schelpen vandaan komen. Ja, ik denk bij zee vandaan, hè? Ergens wel, hè? Ergens wel, ja. En die hebben jullie neergestort en dan ga je het mooi egaal maken, zodat Douwe hier weer overheen kan rijden? Ja, zodat Douwe hier weer met de auto's en de aanhangers hier overheen kunnen rijden, zodat ze niet wegzakken. Ja. Is dat een ideaal plaveisel met schelpen? Ik denk het wel, het heeft wel zijn werking. Het gaat in de grond zitten, dus dan blijft het wel mooi strak. En kom je hier nou als vrijwilliger of is het gewoon handel? Nee, ik kom hier Douwe helpen gewoon. Ja. We staan nu nog in het te conserveren schuurtje van Douwe Veldhuis op Nekkeveld. En we gaan iets heel speciaals doen, want Douwe heeft een trap en een kruiwagen hier naartoe gehaald. Douwe, wat gaan we doen? Ja, we gaan een nest openmaken waar jaren geleden kerkuilen hebben gehuisd. En ik ben heel benieuwd wat daaruit komt. Dus is voor jou ook een verrassing? Ja, beslist. Oké, nou, we kijken met je mee. Een restant van een nest. Dit is een nest van een andere vogel. Ja, uit de binnen. Dit is al open. Kijk eens. Now we're talking business. Kom ik hier tegen? Och, het kadaver. Het kadaver van, ik denk, een grutto of een tureluur. Ja. En ik heb steenuilen ook wel eens kiewieten zien, zien oppeuzelen. Wat vind ik hier? Ei! Ja. Wel een vrouwtjesvogel geweest. Maar, ja? Ja, ik denk het wel. Een mannetjesvogel dus, wist je? Nee, geloof het niet. Oké. Okay. Weet jij het misschien beter? Nee. Hier is wel degelijk gebroed. Mest, takken. Hier is er al een gesleept. Er zijn al twee jaar geslagen, denk ik. Oh, voorzichtig, voorzichtig. Ja. Het moet heel blijven. Ah. Je woont er al heel lang, hè? Ja. Wat dan? Hoe jong bent u? Ja. Hoe jong bent u? Oh, god, wat. Ja. De 90 gepasseerd, 90? Ja. De Douwe 1, Douwe 2, Douwe 3. Take me home.